Hallo, mijn naam is Gerrie de Jong-Gijsbet, kandidaat nummer 2, lijst 18, Anti-Europa-partij. Wij zijn een nieuwe partij die dit jaar voor de eerste maal meedoet met de Tweede Kamerverkiezing van 12 september. Ik ben huisvrouw, moeder van 2 prachtige kinderen en echtgenote van een lieve man. Mijn avontuur, want zo noem ik het, in de politiek begon 2 jaar geleden, totdat mijn dochter huilend thuis kwam vertellen dat de conciërge op haar school ontslag had gekregen. Dat vond ik vreemd, want het functioneerde prima, dus deed ik navraag bij de directrice. Al gauw kwam ik terecht in de wereld van politiek, want hij functioneerde via een zogenoemde ideebaan. Om hem te behouden had ik de lokale politiek nodig. Ik heb veel ingesproken in raadsvergaderingen en nu, eindelijk 2 jaar later, lijkt het gelukt te zijn. René heeft uitzicht op een vaste baan. Ik kwam er in die periode achter dat ik de politiek leuk vond. Ik vond het leuk om te debatteren, in te spreken tijdens raadsvergaderingen en om te strijden voor iets waarvan ik vond dat het goed is voor iedereen. Mensen om me heen vroegen ook steeds vaker waarom ik de politiek niet inging. Mijn antwoord was dan stevast, wat heeft een huisvrouw nu in de politiek te zoeken? Daarop kreeg ik als antwoord dat het niet uitmaakte welk beroep je hebt, als je maar weet waar je het over hebt. Daarbij is een flinke dosis gezond verstand ook wel mooi meegenomen. In die periode openbaarde zich ook mijn chronische ziekte. En daardoor werd ik bedlegerig en kreeg ik echt een probleem om de dag door te komen. Dat is nu gelukkig achter de rug en het lijkt allemaal beter te gaan. Dus na overleg met mijn gezin besloot ik toch de stap te wagen. Mijn kandidatuur voor de Anti-Europa-partij was een feit. Eng, maar mijn drang om Nederland beter te maken is groter dan mijn angst. De Anti-Europa-partij sluit aan bij mijn denkbeeld. Geen geld meer in landen die het niet terug kunnen geven. Gezondheidszorg voor iedereen zonder torenhoge eigen bijdragers. Ouderenzorg voor iedereen zonder te sparen, zoals D66 toch graag zou zien dat u doet. Want oud worden in goede gezondheid is een recht wat u heeft verworven en het mag geen straf worden. Goede gezondheidszorg en bijbehorende voorzieningen voor gehandicapten, want deze mensen hebben het immers al zwaar genoeg. Een belastingstelsel waarbij niet al uw geld naar de overheid gaat, maar waar u zelf ook nog iets overhoudt om te sparen. Uit de Europese Unie, zodat wij geen geld en soevereiniteit hoeven over te dragen aan Brussel. Dat hebben we al meer als genoeg gedaan. En als laatste de gulden terug. Kortom, terug naar een betaalbaarder, leefbaarder, veiliger Nederland. Bent u het met mij eens? Stem dan op 12 september op mij, Gerrie de Jong-Gijsbet, nummer 2, Anti-Europa-partij. De huisvrouw die er zal zijn voor iedereen. Ik dank u voor uw tijd en aandacht en hoop u terug te zien vanuit mijn stoel op de Tweede Kamer.